Zo, ja, dit is even wat zeg, voor die Rotterdammers. Ja, die kunnen gewoon allemaal nu met de borst vooruit en met het hoofd recht omhoog door Rotterdam heen. Ja, trots. Ja, maar dit is natuurlijk een geweldig resultaat. Ja, hallo, je wint met 2-0 voor Porto. Zo, wie had dat gedacht? Ja, en ik zelf ook. Want luister eens even goed. Ik ben de afgelopen tijd ben ik door een aantal mensen aangesproken over Jaap Stam. Ja. In het AD, ja, we hebben die Jaap Stam, die hebben we te danken aan Harry Vermeegen. En wat denkt hij wel, die lolbroek enzovoort. En dat, weet je wel. En dat Stam, dat een enorme blunder was van Feyenoord om Stam aan te nemen. Ja, dat soort verhalen kwamen er allemaal. En nu dan? En nu dan? Ja, gewoon. En winnen van Twente. En wint gewoon met 2-0 van FC Porto. Jaap Stam. Ja. En wat gaan we nu schrijven dan? Dat die Stam nog steeds volkomen klote is voor Feyenoord. Nee. Ja, en er was er nog eentje. Ja, in Amsterdam die had het ook geschreven. Volgens mij, ja, Stam. Volkomen ongeschikt. Voor Feyenoord volkomen ongeschikt. Als trainer. En ja. Kijk, ik kan het. Ik heb het al gezegd en ik zeg het weer. Ik heb Feyenoord Stam gebracht. Niet anders en zo is het. Nou goed, en daar ben ik nog steeds trots op. Dat Stam bij Feyenoord is. En nu heeft hij gewonnen. Ja, met 2-0 van Porto. En tada. Hé, en laat ze allemaal maar lullen over die Stam. Dag.